goedemiddag, goede avond. Ik weet niet hoe laat het bij jullie is, maar het is je boy rechtstreeks op je beeldscherm. Ik ga lekker vissen, ik heb er zin in. Waar ga ik vissen, dat kan ik helaas niet zeggen. Hopelijk kan ik wat enge dingen laten zien aan jullie. Ik ben vandaag op de fiets, ik heb zelfs een tentje bij, ik heb alles bij. Ik kan beter vragen, wat heb ik niet bij? Oh, ik word daar bijna aangereden door een paar snelfietsers. Ze denken ze zijn Tim de Moulin, weet ik veel wat, met de roze trui aan. Maar nee, we gaan vandaag niet voor roze, we gaan vandaag voor goud. Nou, ik ga mijn best doen en hopelijk zie ik jullie zo met iets moois. Water! Yeah. Het is je boy rechtstreeks op je beeldscherm. De hengels liggen weer scherp. Wat heb ik gedaan? Ik heb één hengeltje aan de overkant gezet. Ik heb één hengeltje onder mijn eigen toppen gezet. En ja, nu is het afwachten wat gaat er gebeuren. Ik vis hier voor de eerste keer op dit water. En ik weet bij God niet wat er zit. Ik heb wel wat foto's gezien van vissen. Dus ik weet dat er hele mooie vissen zwemmen. Maar als die nog te vangen zijn, dan zullen we zien. En ja, het is gewoon helemaal nieuw voor mij. Dus wat ik ga doen is veel proberen. Veel stekken aanvissen. En als ik eenmaal weet waar de vis zich ophoudt. Als ik weet het ongeveer wat die zwemroutes zijn. Ja, dan is het kassa. Maar zo aan het begin zal ik lekker eerst mijn bek gaan denken een paar keer. Maar ja, hou het een weekje of twee vol. Daarna leer je het water een beetje kennen. Als je het water eenmaal kent, ja, dan kan het heel hard gaan. Nou jongens, ik ga mijn best doen en ik spreek jullie zo weer. Ja jongens, het is je boy. En kijk eens wat hij hier heeft. Hij heeft hier weer een hele mooie goudklomp. Jawel. Ik heb net hier uit het water gevist. Ik lig nog een half uurtje in en de zoomer begon weer. Kijk eens, hij is al helemaal afgepaaid. Hij is niet meer echt vet. Ik heb gezien op andere foto's dat deze vest dikker geweest is. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ben er helemaal blij mee. Kijk eens ook hoe lang die is, man. Ik heb geen meetlat bij me, maar hij is lang. Echt waar. Nou, ik ben er hartstikke blij mee. En wat ik ermee ga doen is, ik ga hem een kusje geven en ga ik hem weer terugzetten. Later. Scherm en kijk eens wat hij hier heeft hier zo. Een dikke schub. Ik heb hem gewogen en het zijn 14 Nederlandse schone kilootjes. Gewoon aan de haak. Jawel Harry. Ook ik haak vissen. Ook de boy is hakende. Kijk eens eventjes. Ja, ik ben er weer hartstikke blij mee. Deze vis kwam vannacht in een dubbelrun. Helaas heb ik de andere vis moeten lossen. Dat was wel weer even een pech en ja, ik ben erachter gekomen dat het aan mijn online ligt, dus ik heb gelijk die online eraf gehad en een nieuwe online opgevist. En met die hengelvis is nu ook weer met de scherpe haak. En ja, kijk eens even mensen, een pareltje of niet. Een oudere vis man, deze vis is zeker, ik weet niet hoe oud die is, maar hij is behoorlijk wat, ja het is oud en ik ben daar hartstikke blij mee. Wat zeg ik? Dankjewel en wat ga ik ermee doen? Ik ga hem lekker terugzetten, want enge vissen horen thuis op enge wateren. Water! Snel nog even een broodje op en dan moet ik twee vissen gaan fotograferen.
Het leven van de boy is ook echt zwaar. Niet meer leuk dit, niet meer leuk dit. En dan denken de mensen van de boy blankt niet. Nou, de boy blankt zeker niet. Nou, ik ga even mijn knakworstje eten. We zijn nog lekker warm natuurlijk. Zo, het vuur ging net uit en ik had mijn eerste broodje was ik aan het eten. En hij liep weg, volle fluiten. Eng! Je weet, die boys zijn helemaal enge dingen deze dagen, man. Lekker wakker worden zo. Met een beetje curry eroverheen. Jammer dat ik geen kaas bij me had, anders had ik hem even cheese hotdog van maken. Maar is ook niet slecht, hoor. Maar je hoort niet klagen. Ik eet nog snel even een broodje op en dan ga ik die vissen even... Ga ik die vissen even erbij pakken, even kijken wat voor moois ik heb. Want je weet, de boy had alleen maar van goud deze dagen. En die ene die ligt al 2 uur in de sling te wachten. Dus ik kan je zeggen, die zal weer een volle oorlogsterkte. Die gaat me denk ik wel een moeilijke partij geven zo. Nou boys en girls, ik zie jullie zo. Goedemorgen dames en heren. Het is je boy rechtstreeks op je beeldscherm. En kijk eens, hij is van goud gegaan deze dag man. Ik heb meerdere vis vandaag op de kant, maar ik heb er nu gewoon 2 op de mat liggen. Dit is visje nummer 1, kijk eens. Een afgepaaide vis, ik weet niet wat hij aan het doen is allemaal, maar hij had er goed zin in en hij kon mijn bodem natuurlijk weer niet laten liggen. Daar ben ik helemaal blij mee. En ja, de boy is gewoon weer eng bezig. Meer kan ik er gewoon niet over vertellen. Komt de ander even erbij. Even een beetje water over hem heen nog. Jij ook een beetje water? Ja, ze krijgen gewoon voor mij allebei water, ik ben niet gierig. De boy is niet aan het bezuinigen. De boy bezuinigt niet. Ja jongens, zien jullie hem? Dit is visje nummer 2. Nou, je kan alweer begrijpen dat de boy vandaag blij is als een malle moer. Ja, wat wil je nog meer man? Kijk ze. Ja, dit zijn hele oude vissen. Mooie oude kwijt erbij aan die krijgen. Ja, wat wil je nog meer? Nu gaat die andere lekker springen op de mat. Dus ja, ik ga deze jongens weer snel terugzetten, thuis zetten waar ze thuis horen. En kijk als ik er nog eentje kan vangen. En als ik er nog geen één vang, ben ik al lang tevreden. Want ja, de boy is weer dubbel goud gegaan. En super eng. Water. De boy gaat alleen voor goud deze dagen, man jongens. Kijk eens even. Ja jongens, ik ben weer helemaal ingepakt en wel. En ik ben weer lekker op weg naar huis toe. Het was een leuke sessie. Meerdere vissen op de kant gekomen. Meerdere vissen gelost. En ik ben nog niet helemaal uit hoe dat is gekomen. Ik dacht eerst instantie aan mijn onderlijn. Maar ja, ik heb al zoveel vis dit jaar gevangen, dus eigenlijk mijn onderlijn zijn gewoon goed. Daar kan ik eigenlijk niet meer aan twijfelen. Maar ja, je moet toch kijken wat de oorzaak is. Want als jij 3-4 vissen lost op 1 stek, dan ga je toch denken van hé. En elke vis dezelfde hengel. De vissen kwamen ook allemaal naar mij toe gezwommen. Misschien dat daarom de inhaak niet perfect was, maar ja, ik weet niet hoe het komt. Maar ik moet even mijn huiswerk gaan doen, even uitvogelen hoe het komt. Nou, het was in ieder geval een goede sessie, jullie hebben het allemaal kunnen zien. Ik heb enge dingen gedaan, mooie vissen gevangen. Ik ben ook een beetje boos geweest natuurlijk. Niet al te lang, want ja, als je mooie vissen vangt ben je heel snel weer blij. Maar ja, het blijft toch zuur als je vissen lost. Ik wil nog even de groeten doen. Sowieso de groeten naar Bram. Sowieso de groeten naar JW Bakker. Sowieso de groeten naar Vogelkweken. En sowieso een shout-out naar mijn boy. Wie krijgt de laatste shout-out? Danny Koetsier. Ja man, voor jou zijn die. We moeten binnenkort even snel gaan rollen. Water. Oh ja boys, ik ben over de 1000 abonnees hè. Ik ben de prijs aan het verzamelen, want de boy gaat enge dingen weggeven, man. Blijf in de buurt. Later.